Bandleiderscomponisten uit de Nederlandse geïmproviseerde muziek. Uiteraard kan een boekpresentatie die over muziek gaat, een boek dat over muziek gaat, alleen plaatsvinden in de context van de muziek die beschreven wordt. Dus je gaat vanavond luisteren naar belangrijke muziek uit geïmproviseerde muziek. Even een spoorboekje. Einde van de avond zal spelen, want je gaat eigenlijk drie korte concerten zien. Micha Mengelberg. Daarvoor zal spelen. Hij opent de tweede set, of ja, het eerste deel van de tweede set, dus Guus Jansen. De eerste set zo direct zal Michiel Braam openen en daarna praat ik even met de gitarist. Even een opmerking daarbij. VPRO Radio neemt alles op, je kunt alles later nog een keer horen. Ik weet niet precies wanneer de uitzenddatum is, maar dat moet je maar in de gaten houden. Straks na de presentatie van het boek kunt u allemaal exemplaren kopen. Als rest bij u nog alleen heel veel plezier te wensen. Even een persoonlijk makkelijk vergeten.